Franse leider Mark Moens is de verhoging van de liquidatiebonus een beroving van de rechten van de zelfstandige ondernemers. Als topman van de Vereniging van Belgische Artsen-Syndicaten maakt Mark Moens in deze Actua-lobby ook de balans op van de federale regering Di Rupo. Mijn naam is Mark Moens, ik ben arts-specialist, klinisch bioloog en sinds 1988 ben ik actief in de Belgische Vereniging voor Artsen-Syndicaten en het Verbond van Belgische Specialisten. En in die functie zetel ik in een ganse reeks organen, zowel bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, als ook in de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Ik neem daar actief deel aan vele onderhandelingen. De meest bekende daarvan is om tot een akkoord artsen-ziekenfondsen te komen. Maar ook een reeks andere, in de FOD Volksgezondheid bijvoorbeeld, om artsen-specialisten te erkennen, huisartsen te erkennen, om stagemeesters op te leiden, artsen-specialisten op te leiden en dies meer. Welkom Mark Moens bij Lobby. U heeft zichzelf voorgesteld, dus men weet welke uw belangstellingen zijn en welke uw belangen zijn. U heeft ook een memorandum opgesteld met het artsen-syndicaat. Maar eerst zou ik toch wel iets van u graag willen vernemen. Hoe evalueert u de regering die nu binnenkort wordt vervangen? Wel, mevrouw Onkelings is een machtige dame in dit land. Heeft grote invloeden, ook via haar kabinetchef, in alle mogelijke netwerken. Eén ding heeft ze volgens mij echt positief gedaan, namelijk kanker. De oncologische patiënt als een chronische patiënt benoemd. Ik vind dat een positief element. Vele andere dingen daarentegen kunnen niet door de beugel en ik zou liefst geen herhaling zien. Zij is al heel lang op volksgezondheid actief. Bijvoorbeeld, één van de vele voorbeelden, de alternatieve geneeswijzen, de niet-conventionele praktijken heet dat. Goed, men gelooft daarin of men gelooft daar niet in. Wij artsen van de BEVA zeggen, als een arts daarin gelooft en als hij echt overtuigd is dat hij daar zijn patiënten kan mee helpen, dan kan dat voor ons. Een arts homeopaat, geen probleem. Een arts acupuncturist, geen probleem. Maar dit moet wel blijven in de handen van artsen die een opleiding hebben, die ook weten dat daarnaast andere dingen bestaan. Dus daar heeft zij heel zwak geschoord, vind ik. Zij verdedigt dat door dik en dun, terwijl er eigenlijk maar één goede oplossing zij voor is. Dat is die vermalendijde wet van Collat, misschien op even. Wat ons ook altijd is opgevallen, dat zij toch wel erg communautair ook wel altijd de bal heeft gespeeld. Is dat zo? Ja. Ja, ik voel dat zo aan, misschien omdat ik Nederlandstalig ben, maar ook mijn Franse collega's, want de Belgische Vereniging is van Artsen-Syndicaten is Belgisch. We zitten daar paritair, huisartsen en specialisten, Franstaligen en Nederlandstaligen naast elkaar. En we hebben toch altijd wel de indruk dat zij haar Partie Socialist toch altijd een beetje het leven gemakkelijker maakt. Ja, in wat bijvoorbeeld, in welke maatregelen? Waaraan denkt u? Wel, voor de ziekenhuiswereld bijvoorbeeld. Zij heeft, wat betreft de cardiologische centra, heeft zij de richtlijnen vergemakkelijkt, puur op vraag van Franstaligen. De consequenties daarvan zijn dat nu ook in Vlaanderen een ganse reeks van nieuwe hartkatheterisatiecentra, dus hartcentra, mogen geopend worden. Nu, dat is onwaarschijnlijk. Alle cardiologen in België, de Wetenschappelijke Vereniging van Cardiologie, heeft geprobeerd van dat tegen te houden. Minister Onkelings is doof gebleven aan die kant, omdat er bepaalde ziekenhuizenvragende partij waren. Gevolg is dat ook op Vlaams niveau minister Van Deurzen gezegd heeft, ja, dit KB is er. Er zijn ook in Vlaanderen vragende partijen. Dit gaan we dus ook doen. En er zijn er een twaalftal die op stapel staan, terwijl er misschien twee nodig en nuttig waren. Eentje in de Westhoek en eentje in de Kempen. Maar dan komen er nog 10 bovenop. Dit is niet verstandig. Dat geeft geen goede praktijk. En is geldverkwisting zonder meer. Ja, maar ik val even terug op wat professor Annemans onlangs heeft gezegd. En het cijfer dat hij heeft genoemd liever. Van die 10-15% verspilling waar hij het over heeft. Bent u het daar met hem eens?
Dat is altijd moeilijk evalueren, hè? Maar ik zie wel dat sommige investeringen vandaag gebeuren in tijden van currency, gebrek aan middelen, en dat men dat toch gaat doen. Ik noem dat onverstandig, nu omdat er 15% verspilling is. Dat is een absoluut cijfer. Mm-hmm. Ik denk dat Lieve Annemans dat onvoldoende onderbouwd heeft om dat echt te kunnen bewijzen. Maar je kunt daar dingen doen. Hè. Als jij zegt, ik geloof niet in de behandeling met medicijnen van Alzheimer-patiënten en ik betaal dat niet meer terug, mm-hmm. Dan heb je onmiddellijk enorme sommen geld. Ik geloof daar dus wel in. Mm-hmm. En dat vertraagt die ontwikkeling van die Alzheimer-patiënten. Natuurlijk, als je als niet-medicus dergelijke ingrepen wil doen, dan kun je zeer snel grote sommen besparen. Ja. Maar wat is nutteloos? Hè? Dat kun je terug op een aantal jaren geleden, toen professor Kesteloot, de cardioloog van Leuven, zei van, 85-jarigen, we behandelen die dus niet meer. Ja. Dan zeg ik als cynische opmerking daartegenover, 90% van alle kosten in iemands leven aan gezondheidszorg komen voor in je laatste jaar. Ja, schaf dat laatste jaar dan af. Ja. Alleen maar het is een beetje moeilijk te voorstellen. Maar vrees je niet dat wij in de komende jaren, gelet over de budgettaire vereisten die Europa stelt ook, dat men tot dit soort oplossingen, of tenminste in die richting, gaat moeten beginnen denken. In Nederland is het al zover. Spreek me niet meer van de verzorgingsstaat trouwens. Hè? Ik vind Nederland niet bepaald het voorbeeld om te volgen. Mm-hmm. Het risico zit erin, onder Europese druk ongetwijfeld. Nu, wij als artsenvereniging, die toch de eerste verdedigers zijn van onze patiënten, mm-hmm. niet de mutualiteiten, niet de overheid. Ik denk, elke arts voor zijn individuele mm-hmm. patiënt is zijn beste verdediger. Wij zullen dat heel nauwgezet opvolgen. En als het niet kan, als het voor ons zou leiden tot slechte zorg of het op rantsoen stellen van patiënten van hun zorg, dan zullen we met alle mogelijke middelen proberen dat te vermijden. Maar ik ben aan de andere kant het wel eens, gedeeltelijk, dat als we zien dat er domme investeringen, domme aanwendingen gebeuren, dan zijn wij de eerste om die te helpen stopzetten. Ja. Maar het moet medisch verantwoord zijn. Ja. In uw memorandum vraagt u transparantie in de gezondheidszorg. Ja. Is die er dan niet? Of is die onvoldoende? Wel, ik zetel dus in heel veel commissies. Ik kan het een beetje volgen, maar de doorsnee arts kan dat dus echt niet meer volgen. Laat staan dat de doorsnee burger het nog kan volgen. Mutualiteiten zouden het ook moeten kunnen volgen. Zij moeten normaal hun leden verdedigen, maar ik zie toch regelmatig incidenten waar mutualiteiten plots weigeren van medicijnen terug te betalen. Dat gebeurde in 2012. Ze moesten 20 miljoen besparen op hun administratiekosten. Ze hebben dat geweigerd en ze hebben 20 miljoen bespaard op de rug van hun leden, onze patiënten. Heeft men dat nu ook gedaan volgens u bij de chronische zieken? Ja, dat is gebeurd. Dat was niet de fout van mevrouw Onkelings. Mevrouw Onkelings heeft niks veranderd aan de verplichte ziekteverzekering. Dit is echt een schuld die de mutualiteiten op zich hebben moeten nemen. Ze hebben dat trouwens ook toegegeven, alleen maar omdat het zo weinig transparant is, had niemand het gezien. Ik heb het maar gezien toen de eerste patiënt bij mij kwam klagen. Maar ze waren er al wel mee bezig van in oktober vorig jaar. Maar ze zagen dat die patiënten, dat ze die niet meer zouden moeten terugbetalen in de aanvullende hospitalisatieverzekering. En ik vrees dat dat hun uitgangspunt is geweest. Ja. U kijkt ook met de grootste argwaan naar het voornemen om zorgverleners een soort evaluatie te laten ondergaan, een externe evaluatie. U komt daar nogal uitvoerig op terug in uw memorandum. U vindt dat een aanfluiting eigenlijk. Wel, hoe groot is dat gevaar om te beginnen? Wel, de vraag is, op wat gaat men evalueren en wie gaat de evaluator zijn? We hebben een voorbeeld gekend in de loop van vorig jaar. De Nederlands-Vlaamse accrediteringsorganisatie, die een onderwijsniveau moet gaan evalueren, heeft gaan kijken hoe de opleiding van de artsenspecialisten in Vlaanderen was. Mm-hmm. 4 van de 5 universiteiten waren gebuist. Dat heeft geen impact op de kwaliteit van die afgeleverde specialisten. Die specialisten worden nog altijd gegeerd in Nederland, in Duitsland, over de plas in de Verenigde Staten. Dus
Ik noem dat een slechte evaluatie. Je moet de kern van de zaak gaan evalueren. En dat kun je alleen maar onder gelijken doen. En we doen dus graag mee aan peer review. Ja. Onder mekaars gelijken. Ja. U betwist ook in dat memorandum de kwestie van die honorariumsupplementen van niet-conventionele artsen in twee persoons- en meerpersoonskamers. Ja. Maar liep het met die honorariumsupplementen toch niet wat uit de hand op de duur? Wel, ik verdedig geen excessen, nooit. Er zijn inderdaad gevallen en ik aanvaard dat niet. En in onze vereniging worden die mensen ook op de vingers getikt. Maar het is wel een fundamenteel principe. En dan moeten we 50 jaar terug in de tijd. Ik was er toen nog niet bij, de laatste 25 wel. Maar toen had men gezegd, we gaan in België zeer matige sociale honoraria invoeren. En artsen die dat niet wensen te respecteren en die afstand doen van wat wij noemen het sociaal statuut, iets van een 4.500 euro per jaar nu, wel, die mogen dan zelf hun honoraria vaststellen. Dat was een geven en nemen van 50 jaar geleden. Goed, 50 jaar later, veel is er veranderd in deze wereld. Misschien moet dat herbekeken worden. Maar het beperken of het gewoon verbieden zoals het al vandaag is, dat is een politiek pijnpunt dat ook gebruikt wordt in de verkiezingscampagnes binnenkort. Maar voor ons is dat een fundamenteel basisrecht. Als dat niet meer kan, dan is het einde van het overeenkomstensysteem. Want wat ik nu al voel dat hier en daar geopperd wordt, wat zeker al gebruikt en zal ook worden in de verkiezingstijd, is dat het inkomen van de huisarts, dat ze gevoelig gestegen is de jongste jaren. Wel, wij hebben inderdaad, wij hebben daar veel aan gedaan. De laatste 10 jaar, en dat zijn officiële cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit, is het huisartseninkomen met 70% gestegen. Zeer terecht. Ze hebben een heel verantwoordelijke taak. Zij moeten de patiënt gidsen. Dat vergt niet alleen klinische inspanningen, maar ook sociale inspanningen. Dat vergt ook. Is die taak inderdaad zodanig veranderd? Ja, die taak is heel erg veranderd. Ik sta zelf 35 jaar in het vak. Ik heb ook nog huisartsenstage meegelopen in mijn laatste jaar student. Dat is heel danig veranderd. Niet alleen omdat de patiënt zoveel mondiger is geworden. De patiënt vraagt ook veel meer op voordat hij bij de arts gaat. Maar ook de context is helemaal anders. Hè. Neem een voorbeeld van de diabetesopvolging. Wel, we werken daar samen, huisartsen werken samen met een ploeg daar rond. Er is een diabetesverpleegkundige die de patiënten moet mee opleiden. Dus die is verbeterd, de situatie is verbeterd. Maar ze is zeker arbeidsintensiever geworden. Dus dat de huisartsen op 10 jaar tijd 70% hebben bijgekregen, dat is niet meer dan verdiend en het was ook nodig. En we zien daar ook de positieve consequenties van. Niet alleen omdat het financieel aantrekkelijker is geworden, komen er terug meer huisartsen, de instroom is groter. Het kwotum is gevuld, wat wij in geen jaren hadden gezien. Ja. Nee, er mogen er 400 opgeleid worden, wel, ze zijn er. Hè. Dus de financiële voorwaarden zijn verbeterd. En anderzijds is ook de opleiding veel klinischer georiënteerd geworden, minder theoretisch geworden. In dat memorandum blijkt ook dat er een grote ergernis is ontstaan over nieuwe belasting op liquidatieboni. U noemt dat eigenlijk beroving. Ja, dat is het. Ja, een mens heeft zijn leven gewerkt. Je denkt, als je 65 bent of wat ouder, want veel artsen werken makkelijk tot hun 67 of nog langer. Dat is een vrije keuze. En je denkt, ik heb dan met mijn mager zelfstandige pensioentje, ik heb iets opzij gezet. Ja, dan wordt hij inderdaad beroofd. We hebben uitvoerig gaan discussiëren op het kabinet van Alexander De Croo. Men heeft ons daar niet willen in volgen. Maar een carrière van 42 jaar opbouwen, voor een arts is dat niet mogelijk. Als ik dat wil doen, moet ik minstens tot mijn 72 jaar werken. En dan zou ik daarnaast ook nog iets kunnen gaan doen. De liquidatiebonus, ja, ik noem dat gewoon een beroving van artsen die een carrière lang gewerkt hebben. Maakt u zich sterk dat u een volgende regering kan bewegen om daarop terug te komen? Wel, want u stelt het expliciet, ja, he, in de... Ja, wij hebben dat aan alle partijen gevraagd. Wij hebben dat geschreven, dat wij dat een slechte maatregel vonden. En wij hopen dat we daar kunnen op terugkomen.
U maakt zich ook zorgen over dat, heb ik ook in het verleden al gemerkt, maar u komt er nu uitvoerig op terug in het memorandum. U maakt zich ook zorgen over hoe die I-11-platformen, systemen zullen worden aangewend. Ja. Dus om kort te gaan, dat is eigenlijk de elektronische uitwisseling van medische informatie tussen de zorgverstrekkers. En daar gaat het over. Wel, we zullen niet zonder kunnen. Hè. Ik werk daar al mijn carrière lang mee. Als klinisch bioloog, wij waren de eerste om daarmee te werken. Maar die elektronische uitwisseling, daar is maar één voorwaarde aan. Dit moet zeer goed beveiligd zijn, maar het moet natuurlijk nog werkbaar blijven. En dat is het eeuwige discussiepunt, hoe beveiligen we dat? Mm-hmm. Hey, als NSA kan alles, maar zo kun je niks niet meer beveiligen, kun je niet meer samenwerken. Dus het moet veilig zijn en het moet vooral de toestemming hebben en het medeweten van de patiënt. Mm. Als een patiënt zegt, oké, ik ben akkoord dat u mijn gegevens uitwisselt met alle mogelijke artsen en ook andere medewerkers, gezondheidsmedewerkers, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ik ben daarmee akkoord. En er is dus wat wij noemen een therapeutische relatie tussen die arts, tussen die kinesitherapeut, verpleegkundige, apotheker, met die patiënt, dan denk ik dat dit perfect mogelijk is. Wij zijn daar volop mee bezig. Maar is dat niet zo dat er momenteel eigenlijk toch al veel medische informatie circuleert, waar die patiënt eigenlijk niet precies weet wat er circuleert? Ja. Want ik herinner mij dat Leo Neels heeft dat daar ook naar verwezen. Bijvoorbeeld de ziekenfondsen beschikken over enorm veel informatie. En dat gaat ook over persoonlijke informatie. Wij zijn daar inderdaad bezorgd om dat men dat zou kunnen misbruiken. Verzekeringsinstellingen, ja, precies. Dat zijn ook mutualiteiten, dat zijn ook verzekeringsinstellingen. Zij zouden kunnen aan klanten keuze doen, hè, moeilijke patiënten van wie ze weten dat er al bepaalde voorvallen zijn geweest in hun ziektegeschiedenis, ze zouden die kunnen weigeren bijvoorbeeld. Dus daar is echt wel een belangrijke muur die er moet zijn tussen verzekeraars en behandelende artsen. En dikwijls kom je ze die arts tegen, vandaag als expert bijvoorbeeld voor een verzekeraar, maar de week daarop is hij misschien behandelende arts. Dus dat is een moeilijk op te volgen punt. Het is ook heel complex. Gaat men daar dan toch ook geen muur moeten tussenplaatsen? Ja, we zijn daar absoluut mee bezig. Maar dit verzwaart natuurlijk het gebruik van het systeem. En dat is de kunst van, ja, je moet het heel goed beveiligen, maar anderzijds mag je het niet zodanig moeilijk maken dat het onwerkzaam wordt. Ja. Maar het is een pijnpunt en wij Belgen reageren daar misschien anders op dan Scandinaven. Ja, maar klopt in Scandinavië mag blijkbaar alles. Ja, maar klopt ook niet dat binnen België zelf met andere gevoeligheden bestaan, dat men daar aan de Franstalige kant bijvoorbeeld veel gevoeliger voor is dan aan de Nederlandstalige kant? Dat is voor een deel waar, alhoewel wij toch vaststellen dat in Franstalig België men voor sommige dingen verder staat. Er is een réseau Santé Wallon, dat is opgericht door artsen en dat werkt dus heel goed. Daar heb ik demonstraties van gezien, dat iemand op zijn gsm of iPad gegevens opvraagt van zijn patiënt lokaal in een of andere Henegouwse gemeente. Maar de man was voor een speciale behandeling opgenomen in een Luiks ziekenhuis. Hij kan daar perfect aan. Dit wordt beheerd door artsen, is in handen van artsen en dat schept blijkbaar meer vertrouwen onder de collega's. En dat werkt dus zeer goed. In Vlaanderen is men daar misschien opener voor, maar toch zien we dat het moeilijk van de grond komt. Ja. U heeft ook, we hebben het eventjes aangeraakt al, maar u heeft ook scherp gereageerd op die numerus clausus intentie van mevrouw Onkelings. Wat is daar uw grootste bezwaar? U volgt daar eigenlijk de studenten ook, hè? We volgen de Vlaamse studenten, want de Franstalige studenten hebben een heel andere mening daarover. We gaan daar ook voor protesteren eerstdaags. Het politieke feit. We hebben jaar na jaar jonge mensen, onze kinderen, gezegd van, u bent niet geslaagd in uw ingangsexamen, u mag geen geneeskundestudies doen. En we hebben die moeten tegenhouden, al 15 jaar lang. In Franstalig België hebben we gezien dat die mensen gewoon konden doorgaan.
Hmm. Men had daar een systeem bedacht, le lissage, het verglijden van mensen die er eigenlijk geen nummer van het RISIF hadden mogen krijgen, werden dan doorgeschoven naar het volgend jaar. Maar ondertussen zitten ze wel met een overschot van meer dan 1000 studenten. 1000? Ja, ja, 1000. Dus dat is een politiek probleem. Mm-hmm. Dat stellen wij vast. Waar wij als medici voor bezorgd zijn, is dat je onmogelijk dergelijke grote aantallen studenten een degelijke opleiding kunt geven. Dat is onze bezorgdheid. De rest is voor de politici. Maar onze bezorgdheid is, als je in een eerste kandidatuur, dat noemt niet meer zo, maar het eerste jaar geneeskunde in Franstalig België, als je dan met 4000 start, hoe kun je die allemaal deskundig opleiden? Het percentage dat niet slaagt is natuurlijk gigantisch groot. 82% slaagt niet. In zijn eerste jaar. In zijn eerste jaar in Franstalig landsgedeelte. Dat is een drama voor al die families die toch ook die student moeten betalen. En ook voor de Franse gemeenschap. Dat onderwijs kost dus ook heel veel. Mm-hmm. Dat is slecht besteed geld. Dus er is een politiek probleem en er is een kwalitatief probleem. En wij als artsen zijn vooral begaan met dat kwalitatief aspect. En voelt men dan dat er in het zuiden van het land, in de opleiding, een kwalitatief probleem bestaat? En dat men dat ook merkt nadien bij de uitoefening van de... Wel, bij de uitoefening, dat is heel moeilijk meetbaar. Hè. We hebben nog altijd geen goede meetinstrumenten om de outcome te meten. Hè. Ja. Wat in een ziekenhuis, wat is de outcome? Bij een huisartsenpraktijk, er zijn een aantal dingen die je kunt evalueren. Hè. Als je na een hartinfarct moet je deze en gene en andere aspecten moet je kunnen waarmaken, bewijzen. Maar dat wordt niet systematisch opgevolgd. Dus ik moet je daar het antwoord schuldig op blijven. Ja. Maar kan de motivatie niet zijn ook dat bijvoorbeeld het artsenberoep een vervrouwelijk beroep is? Dat een aantal mensen toch uitstromen na een tijd? Vooral vrouwen dan? Wel, en dat er daar een probleem is van invulling van... Wel, in verband met numerus clausus, daar is een commissie die dat bestudeert. En men houdt met al die elementen rekening. Dus de cijfers die zij jaar na jaar op tafel brengen, en die, dus de quota noemen we dat, en die mogen ingevuld worden, die houdt allemaal rekening met de vervrouwelijking. Ook mannen, niet alle mannen blijven nog fulltime werken, dat zien we meer en meer, dat ook mannelijke artsen zich een stuk met de kinderen gaan bezighouden en maar 3/4 gaan werken. Maar dat heeft men allemaal wel ingecalculeerd, vooraleer men die cijfers op tafel heeft gegooid. Dus het is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Ja. Wat mij ook opviel in het memorandum is dat u nogal wat aandacht besteedt aan de gevangenisartsen. Ja. Want dat is natuurlijk een heel pijnlijk probleem. Als je ziet dat daar mensen zijn die niet betaald zijn gedurende maanden. Jaren soms. Gerechtspsychiaters, 2,5 jaar wachten. Waar wringt dat schoentje hier eigenlijk? Is men zich onvoldoende bewust van bij de overheid van wat zich daar afspeelt? Of waaraan schrijf je dat toe? Wel, inderdaad, men houdt daar te weinig rekening mee. Ik vind dat een heel zwak punt van de regering en de vorige regering, want dat is niet nieuw. Men speelt de bal ook een beetje uit tussen wie gaat dat nu betalen, justitie of sociale zaken. Mm-hmm. Het is dan voor een stuk naar sociale zaken gegaan. Maar ik begrijp niet dat de minister van Justitie, die uiteindelijk de verantwoordelijke is, daar niet korter op de bal wil spelen en die mensen... Ja, ten eerste tijdig betaald. Het gaat zowel over de chronische dagelijkse zorg van die patiënten die ziek zijn. Mm-hmm. Ik moet u niet spreken over de psychiatrische patiënten, waar het Europese Hof ons al een paar keer veroordeeld heeft dat die mensen daar niet moeten inzitten. Die moeten in een speciale opvang vangen terechtkomen. Dat gebeurt dus niet. Maar de gewone dagelijkse zorg, dat zijn eigenlijk huisartsen die zich geëngageerd hebben om gevangenisarts te zijn. Ja, als je die maanden niet betaalt, als je hun oproepbaarheid, hun wachtprestaties weigert te betalen, ja, dat die collega's dan in staking gaan, ik vind dat niet meer dan normaal. Voor andere problemen waar een gerechtsdeskundige, een artsdeskundige moet aangeworven worden of geroepen worden, ook die mensen moeten soms jaren wachten op hun prestatiebetaling. En ze weigeren. België heeft daar een heel slecht imago door gekregen. Mm-hmm. Ik denk dat de minister van Justitie in eerste plaats, de minister van Sociale Zaken in tweede plaats, dat we daar samen snel een oplossing moeten voor geven.
Als men zegt vandaag, ja, maar het budget is eigenlijk al op. Ja, excuseer, hè, maar budgetten, oké, dan moet je ergens in de reserves gaan putten om die mensen uit te betalen. Ja. Bestaan hier die voor de uitvoering van die zesde staatshervorming delen van de sociale zekerheid zijn, en men heeft eigenlijk de deur op een kier gezet, zijn gesplitst, sommige zorgen. Wat verwacht u eigenlijk van die implementering van die zesde staatshervorming? Wel, ik zie twee elementen gebeuren. Het wordt alsmaar ingewikkelder. Ja. Hè? Je moet daarom niet in Brussel wonen, hè, want daar is het helemaal complex. Maar de regelgeving komt altijd er maar bij. Als Vlaming zie ik gebeuren dat de Vlaamse overheid veel rigider is. Tot mijn spijt stel ik vast dat wij af en toe wel eens ontvangen worden bij meneer Van Deurzen voor een nuttig en aangenaam gesprek. Hij is later bereid, maar het is louter informeel. Mm-hmm. Aan Vlaamse kant weigert men van een organisatie zoals de onze, de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten, als een officiële gesprekspartner te erkennen. Men weigert dat. Ik heb al 3 brieven geschreven, officieel nooit antwoord gekregen. Mm-hmm. Ik zie de minister regelmatig, informeel wel, maar nooit als een officiële erkende partner. Aan Franstalige kant, en dat maakt het wel belastend voor onze vereniging, zien we wel dat die reactie bestaat van wij willen wel met u gaan praten als officiële partner. Mm-hmm. In Vlaanderen dus niet. Dat is een grote bezorgdheid van mij. Dus nog meer administratie en men herkent ons niet als gesprekspartner. Ja. Om af te ronden het gesprek, welke zijn voor u de prioriteiten? Wat moet die volgende regering vooral op de eerste plaats aanpakken? Wel, het is wel een moeilijke vraag, want het zit in gemeenschappen of federaal. Ja. Maar beide. Wel, op gemeenschapsniveau is mijn belangrijkste vraag: erken de representatieve artsenorganisaties als een officiële gesprekspartner. Dat is mijn belangrijkste vraag naar de gemeenschapsministers in de toekomst. Voor op federaal niveau, wel ja, de chronische zieken die vergen onze aandacht, maar vermijd van ook daar bijkomende structuren te maken. Je mag niet investeren in structuren, we hebben er al te veel. Ja. Ik kan de afkortingen niet onthouden, maar investeer in mensen. En voor een chronische patiënt spreekt men nu van een zorgmanager. Ja. Daar hoor ik niet graag. De huisarts moet die chronische patiënt begeleiden. En dat moet uitgaan van de huisarts. Die moet die volgen en niet een of ander nieuw uit te vinden beroep. Ja. Dokter Moenis, dank u wel voor dit gesprek. Dat is graag gedaan.